Als ik op de Warren Opens sta, dan kan ik zomaar spontaan een liedje gaan zingen. Ja. Als een interviewer dat vraagt. Oh, nou, dan doen we dat toch even. Ja, ik sta er niet op, hè? Oh, nou. Loop je even op. Ik help de hek wel even weg. Bij deze eerste aflevering van Mirjam on the Road. Straks gaan we even kijken bij de premières van The Devil's Double en De President. Maar ik ben nu eerst in Amsterdam bij de opnames van een film die pas in februari uitkomt. Sjoef Sjoef Zombie. Ik heb hier afgesproken met een van de hoofdrolspelers, Mimoen, die mij gaat rondleiden achter de schermen. Heeft iemand je al ooit verteld dat je hele mooie ogen hebt? Nou, dankjewel. Maar ik meen het echt. Zal ik jullie eerst even een rondleiding geven op de set? Ja, dat is ook goed. Loop even mee. Hier naartoe moeten wij gaan vluchten om van de zombies te ontsnappen. Nee, nee! Oh. Wat doe je? Dit is de safe zone. Okay, wat gaat hier gebeuren dan? Zeg maar aan die kant kun je wel gepakt worden door de zombies, maar als je hier bent, hier beschermt het leger je en alles en iedereen. Dus aan deze kant, dit is gewoon de safe zone. Kun je even snel kort vertellen waar de nieuwe film over gaat? Ja, deze film gaat over twee broers die dan vast komen te zitten en wanneer ze weer vrijkomen, blijkt heel Amsterdam overgenomen te zijn door zombies. En dan gaan we alles eraan doen om die zombies te verslaan. We zijn een soort van zombiebusters. Ken je dat liedje nog? Ja, maar ga je ook zingen of niet? Nee. We hebben wel zangers in de film. Onder andere Ben Saunders. Maar we gaan niet zingen, nee. Okay. We zijn altijd voor het zingen de kerk uit. Maar goed, het is in principe een vervolg op deel 1. Nee. Waar heb je die informatie vandaan? Ja, de naam zegt het al, toch? In The Line of the Fire is toch ook niet dezelfde film als In The Line of the Bridge? Snap je? Oké, dus het is geen enkel verband. Het heeft helemaal niks te maken met Sjoef Sjoef Habibi. Okay. Dit is echt gewoon van, toevallig wel van dezelfde makers, maar het heeft helemaal niks met elkaar te maken. Oké. Okay. Nou goed, laat nog even wat zien, zou ik zeggen. Oké, nou is goed. Dit is me. Please be clear about this, Latif. Uday has chosen you. You belong to him. God is great. He gave me two sons. Now I have three. You will have whatever you want. Versace, Armani, Rolex. Everything I own will belong to you. You don't own me. De afterparty van The Devil's Double is hier achter mij in volle gang. Maar voordat ik de reacties ga peilen, ga ik eerst op de rode loper kijken. Als je zou mogen kiezen, wie zou jij dan een keer zo'n dubbelganger willen zijn? Jeetje. Dat is een lastige vraag. Heb je al goede antwoorden gehad vandaag? Nee, nog niet. Je bent de eerste. Hitchcock of zo, die natuurlijk hartstikke dood is. Maar als ik in de jaren 40, 65 zou leven, en ik mocht een dagje Alfred Hitchcock zijn, dan zou ik hem kiezen. Eén ding kan ik niet en dat is zingen. Ja. Nou, ik had gehoopt dat je even een paar noten zou doen voor ons. Ik heb een liedje. Aan de Amsterdamse grachten. En dan durf ik niet verder. E.T.? E.T.? Ja, ik denk ik. Passende keus. Waarom E.T.? Ja, ik zou het toch proberen om een comeback te maken nog. Ik bedoel, mijn carrière ligt alweer een aantal jaren achter me, zeg maar. Sylvester Stallone, 30 jaar geleden. Daar heb je over nagedacht? Nee. Nee? Maar die man was gewoon cool. Hij was niet alleen een pornoster, maar hij was ook gewoon heel sterk en heel cool. Justin Timberlake. Ja, waarom ik denk hem? Dat hij echt een heel goed leven heeft. Hij is echt een van mijn favoriete muzikanten. En daar dat hij nu ook gewoon dat al die films zit is al. Het lijkt me fantastisch om gewoon dag Rutger Hauer te zijn. Gewoon om zijn en verder maakt niet zoveel uit. Ja, ik vind hem wel een voorbeeld van ambitie en van doorzettingsvermogen. Met zo'n uiterlijk moet je toch wel aan de bak kunnen komen. Het is wel opvallend. Ik zou mezelf een beetje pimpen. Kappertje doen en dan gewoon weer volop back in the game proberen te komen. Het is een uitdaging, ik hou van uitdagingen. Dus. Ik denk dat wel gewoon leuk is een dagje Justin Timberlake zijn. Hij ziet er ook niet verkeerd uit. Ja, er moet nog wel even wat gebeuren natuurlijk dan. Ja, een klein beetje. Ik lijk wel heel erg veel op Justin Timberlake. Ah.
I was just totally staggered by a man in that situation and how he tried his hardest to get out of that situation, how he was tempted by that situation, how his life was completely thrown upside down. Onwijs knap hoe die hoofdrolspelers dus die twee personages neerzet, dus de zoon van Saddam Hussein, maar ook dus die dubbelganger. Zou je het kunnen, denk je? Zou het jou overkomen? Ja, lijkt me echt gek. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik zou niet willen en dat wens ik niemand toe. Zou ik het willen als je familie ondertussen wordt vermoord als je het niet doet? Denk ik wel zou doen, ja. Ik keek er zeg maar niet heel erg naar uit. Dat klinkt een beetje raar, maar het is een beetje zoals een auto-ongeluk waar je langs rijdt in de file. Dat je wil wel kijken, maar toch ook weer niet. Dat is ook een beetje met deze film, omdat er zitten zulke gruwelijke dingen in. Die acteur, die jongen, is fantastisch. Omdat ik heel erg geloofde dat er twee verschillende acteurs waren, twee karakters. Nou ja, dat heeft hij briljant gedaan. Ik wil het ook even van jou weten als je het gaat. Alleen als we gaan zoenen, even heel kort. Oké, even snel hè. En wie was je gisteren? Jamai! He is insane. I will never let you go. I will never let you go. Dit is de nieuwe topduo in Nederland. Martijn Smit en Erwin van der Eshof. Echt waar, ik vind ze super getalenteerd. Ze zijn gewoon guys die gewoon verstand hebben van hun vak. Dit is de eerste keer dat jullie een kans krijgen om een grote film te maken. En ik hoop dat ze er echt nog duizenden van gaan maken. Dan kiezen ze jou uit. Nee, hun kregen mij erbij. Ja. Elke dag komen we hier op de set en hebben we elke dag van die geweldige shots. Maar ik weet dat jullie ze altijd al weken van tevoren hebben voorbereid. Ja, dat klopt. Toch, hoe doen jullie dat? Hoe haal je het? Tenminste, hoe verzin je dat wij vandaag hier moeten lopen, dit moeten doen en dat moeten doen? Dat vraag ik me als acteur ook af. Goeie vraag. Nou, we hadden een locatie nodig die een beetje in the middle of nowhere was. Waar we een soort van quarantainecomplex konden maken. Nou, het leek ons heel leuk om een brug te kiezen. Omdat je dan zeg maar een soort van verdeling hebt tussen de gevaarlijke wereld en de veilige wereld. Dat zou militair gezien een goede oplossing zijn. Martijn. Dus van... Mimoen, vertel eens even wat voor rarigheid gebeurt er allemaal op deze set hier. Ik ga je eerlijk vertellen. Dat zeg ik niet zomaar, maar we hebben hier echt helemaal geen rarigheid meegemaakt. Behalve dat, kijk, dit moest, snap je? Een auto om. En ze wisten niet hoe het moest. Toen heb ik gewoon van vier van mijn broers gebeld. En die hadden hem binnen no time om, snap je? Kom, we gaan naar Gigi. We gaan haar interview een beetje verstoren. Wat is er, Mimoen? Niks. We hebben besloten om ons interview naast jullie te doen. Nou ja. Maar hij is dus wel heel lief van me. Ze heet dus... ze speelt in Onderweg naar Morgen. Ja, Hoe heet dat ook alweer waar je in zit? Ja, doei. Goudkust? Nee, wat... Die decadente woestijnprins die helpt het hele land te vernielingen. Die rinnen thuis ook? Ja. Rustig aan met die spellen, ja alsjeblieft. Ik heb een teken gekregen. Ah, jij bent Superman, Azabi, Batman, Spiderman, Hulk. Wow. Ik ben erin toen sinds keer waar deze week de film De President met onder andere Najib Amali in première gaat. Op naar de rode loper. Stel, je zou voor een dag president zijn. Wat zou je dan sowieso gaan doen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Ik denk dat ik mezelf een dag vrij ga geven. Want het lijkt me dat er behoorlijk wat beslissingen hebben genomen moeten worden. Ik zou kunst en cultuur weer gaan steunen. We hebben natuurlijk de bezuinigingen daarop. Dus, wat een politiek correct antwoord. Politiek correct antwoord. Dit is natuurlijk mijn sector. Dus ik moet daar een beetje voor steunen. Dus nee, ik zou weer zorgen dat de belasting omlaag gaat en dat er weer volop gesteund mag worden. Uitslapen. Dan alle mensen die nu in Den Haag zitten bij mij in een torentje roepen. En ze hartelijk bedanken voor de bewezen inzet. Ik zou alle bommen afschaffen. Dat ten eerste. Want ik vind dat er meer liefde moet zijn. Stem op mij alsjeblieft, want ik ben het waard. Ik wil ook betalen voor je stem, dat is geen enkel probleem. Dat kunnen we absoluut regelen, maar stem op mij bij de volgende verkiezingen. Lijst min 3. En dan gewoon weer een tolerant en vrij denkend beleid gaan voeren. Ik merk wel dat je erover nagedacht hebt. Ik heb die vraag al 2 keer gehad. Maar kijk, ik kan nu allemaal dingen gaan zeggen. Yes. Ja, daar schieten wij niks mee op, toch? Je kunt geen geit redden van de verdrinkingsdood, de koe voor de gedempte put en de schapen voor de dam. Afronden. Dat is mijn oom. Oké. Okay. Oh, leuk.
Die heeft nog geen vriendin. Wat zeg je ervan? Zullen wij ons samen kandidaat stellen voor president? En wat ga je dan doen? Ja, dan word ik jouw vicepresident en jij president. Lijkt me hartstikke leuk. Volgens mij kunnen wij wel de boel losmaken. Najib is een hele mooie, goede gast die ik op een menselijke manier heb leren kennen. In plaats van de grapmaker die iedereen denkt dat hij is. En dat vond ik heel prettig. Koninginnedag wil ik opbreken, want heel veel mensen willen de macht van het Koningshuis een beetje terugbrengen. Ik wil het veel groter maken. April als hele maand moet Koninginnedag zijn. Iedereen mag dronken op straat liggen. Dat soort dingen. En dat is gewoon een voorproefje. Geen grappen uitgehaald, hoor ik. Nee, het was ook behoorlijk serieus. Tenminste, ik probeerde het wel, maar dan werd ik onder de duim gedrukt. Nou, dat is niet een beetje jammer. Nu wel, mijn tijd komt nog, als ik de hoofdrol heb. Ga naar paleis. Jij bent gestoord. Wat? Ik ben de president. Kijk, dit is mijn nieuwe vriendin, Urinia. Noorelia. Ja, nu Morelia. Noorelia. Ja, dat zeg ik als zin, Morelia. Kennen jullie Yahya al? Kennen jullie Yahya? Yahya. Mag ik er even bij? Hallo. Wie is dit? Dit is de... On the road! Ben jij Mirjam? Dat ben ik. Ben je on the road? Ik ben on the road. On the road. Hit the road, road. Hi, Mirjam. Hi. Dit wordt echt de grootste ster van de film. Hij is... Wordt het? Ik dacht dat ik het was. Ja, maar de film is nog niet uitgekomen. Oh ja, 2012? 16 februari 2012. En Yahya neemt gewoon zijn rol heel erg serieus op. We mogen de eerste 2 uur van de dag niet eens met hem praten, omdat hij zich aan het voorbereiden is. Mentaal, je moet in... Yoga, alles erop en eraan. Zen, weet je. Hij speelt Aziz. Dus eerst dat je alle energie bij je houdt. Weet je. En dan wil ik hem absoluut niet in de buurt niet in hebben. De buurt. Nee, kan ik me voorstellen. Een beetje doof van hem. Je hebt toch heel veel mannen vroeger droomden van Barbie. Is dat zo? Nee. Ik droom van Gigi. Wat een schat, hè? Ja, hoe is het met Mimoen op de set te werken? Nou, ik zou zeggen, moet ik eerlijk zijn? Nee, ik vind het heel erg leuk met Mimoen. En Mimoen is heel erg lief en heeft veel ideeën en hij is er altijd. En hij heeft Ben Sanders gewoon geregeld voor onze film. Hij heeft gewoon even gebeld en nou, ik moet zeggen, hij is wel heel erg betrokken. Een zombiefilm in Nederland. Gaat dat aanslaan, denk je? De eerste zombiefilm, natuurlijk. Natuurlijk is het iets waar mensen... Het is nieuw, het is bijzonder en het is een zombiefilm, het is horror, maar ook comedy. Dus zijn altijd... Het is een... Ja, hoe zou je dat best kunnen horror, zeggen? Lieve schat. Het is niet echt nou ja, horror, het is horror, hè? Omdat... Het is een actiecomedy, het is een soort van zombie, noemen wij het. Want er komt wel bloed in voor, maar het is niet zo dat je onthoofdingen of dat soort dingen ziet. Dus het is, ik vind het niet echt een horror. Ja, ik heb dat hoofd net... Ik heb net gisteren iemand onthoofd. Nee, ik had het met Erwin over. Die zei, ja, het is een horror, maar het is ook gewoon ontzettend lachen. Dus het is wat jij zegt... Een zombie, vind ik eigenlijk wel een heel grappig woord. Het is gewoon een bizarre dag waarin heel veel gebeurt en grappige situaties. En ik denk dat een hele leuk team van acteurs bij elkaar. We gewoon heel fris en iedereen kent elkaar nog niet goed. Maar daardoor is het ook juist... Ja, Ramadan is meer nog best. Nee, maar het is een fris team. Het is gewoon echt lachen met z'n allen. En je ontdekt gewoon heel veel nieuwe dingen met elkaar. En het is gewoon... Het is gewoon... Oh, my God.